Een scheuring in de boerengemeenschap. Na een telefoontje van premier Rutte toont de land- en tuinbouworganisatie LTO zich bereid om aan tafel te gaan met bemiddelaar Johan Remkes. Over de stikstofplannen natuurlijk van het kabinet. Maar andere boerenbewegingen, zoals Farmers Defence Force, die zien dat nog helemaal niet zitten. Verslaggever Marcel Vink die volgt alle ontwikkelingen op de voet. Loopt de spanning echt op tussen de boeren onderling? Nou ja, je kunt in ieder geval zeggen dat ze het niet met elkaar eens zijn. LTO heeft natuurlijk zijn best gedaan en doet ook zijn best om andere partijen ook nu aan tafel te krijgen. Maar vooralsnog krijgen ze de handen niet echt op elkaar. Nee, daar zometeen nog meer over. Maar eerst even, waarom wil LTO nu wel met Remkes praten? Want eerst werd altijd gezegd van ja, zolang die stikstofplannen blijven staan, gaan wij niet praten. Nee, klopt. LTO zegt dat er nu toch over de inhoud gesproken kan worden. Ze hebben nog wel een flink voorbehoud. Maar ja, zij vinden de tijd rijp om toch in ieder geval dat gesprek aan te gaan. Omdat zij ook beseffen dat er wel een einde moet komen aan de huidige situatie. Hè. We zien hier natuurlijk achter ons blokkades van snelwegen. Ja. Nou goed, LTO zegt dat kan niet zo door blijven gaan. Dus dat is voor hen de reden om uiteindelijk... toch in ieder geval maar aan tafel te gaan zitten. En jij hebt LTO ook gesproken nog zojuist. Ja, hoe kijken zij naar... Ja, ze zijn toch een boerenbelangenorganisatie. Zeker, ja. De grootste, hè? Zien zij de steun afnemen? Nou, ik heb wel... Kijk, je ziet wel dat er een scheuring is. Daar gaan we het zo nog even over hebben, denk ik. Maar ik heb LTO gevraagd van... hoe groot is op dit moment nou die groep... die zich vertegenwoordigd voelt door jullie? De voorlichter die ik aan de lijn had, die begon een beetje te lachen en die wilde daar geen antwoord op geven. Ik snap al, dat is ook heel lastig om daar iets over te zeggen. Maar wat je wel merkt is dat er door heel veel mensen zijn die staan niet achter dat besluit van LTO om dat gesprek aan te gaan. Omdat zij vinden dat er nog te weinig toezeggingen zijn gedaan. Hè. Er wordt wel gezegd van we kunnen zonder taboes kunnen we met elkaar gaan overleggen. Maar heel veel vertrouwen dat het ergens toe leidt is er nog niet. Nee. Een van de boegbeelden die zich echt hard uitspreekt tegen het onderhandelen, het bemiddelen met Johan Remkes... is natuurlijk Mark van de Oever van Farmers Defence Force. En hij liet dat zo weten. Het is zoals altijd, ze hebben allemaal een grote bek. Maar als er op aankomt, dan is één telefoontje van Rutte genoeg... om die tuinslangen ruggengraat van hun alle kanten heen te wurmen... dat ze weer met die dikke reet er op het plus kunnen gaan zitten. Ik heb er zo genoeg van. Echt, ik heb er zo genoeg van dat gedoe. Onze sector is gewoon ten dode opgeschreven als we het probleem LTO niet opgelost krijgen. Dus ik roep de LTO-leden op. Ook jullie waren erbij. Ook jullie hebben gezien bij onze gezamenlijke actie wat er afgesproken is. Het is aan jullie om jullie eigen toko op orde te houden. Ja, zo wordt de druk natuurlijk verder opgevoerd. Ja, duidelijke taal. Hè? Dus het is denk ik wel helder dat Farmers Defence Force zich niet achter, achter de plannen van het LTO gaat scharen. En heb je nog andere clubs? Agractie is natuurlijk ook een bekende. Hoe staan die erin? Nou ja, die hebben donderdagavond nog gezegd van wij staan vooralsnog niet te springen om aan tafel te gaan. Dus ze sluiten niet helemaal uit dat ze op een gegeven moment wel zich nog mengen, zeg maar. Hè? Dat ze ook gaan deelnemen op een of andere manier aan dat gesprek. Maar... vooralsnog lijkt het daar niet op uit te draaien. Oké, dat wordt allemaal vervolgd. Als we naar de acties gaan, hè, we hebben natuurlijk heel veel mee te maken gehad de afgelopen tijd. Ik begreep dat er een verdachte is aangehouden als het gaat over het dumpen van dat afval. Ja, dat was gebeurd bij de A18 bij Westendorp. Maar is er nou veel steun nog voor dit soort radicale acties? Nou, kijk, die steun is er zeker, hè, want dat kun je ook wel merken. Hè, als je ziet de oproepen van Farmers Defence Force en bijvoorbeeld ook een groep als Volkas... Hè, die natuurlijk toch een wel wat radicale achterban ook hebben, kun je zeggen. Dan weet je dat er heel veel steun is voor de acties. Kijk, wij hebben ook gesproken, vooral collega Edwin Timmer heeft dat gedaan... met boeren die toch wat gematigder in deze discussie staan... die keuren dat ook wel af. Hè. Die zeggen van het dumpen van asbest op een snelweg kan niet. Mensen intimideren. Hè. En dan hebben ze het vooral over mensen die dus aannemers... Hè, die bijvoorbeeld bergingswerkzaamheden zeker. Die voertuigen weg moeten slepen. Hè. Die mensen worden bedreigd en daar zeggen ze ook van dat kan niet. Er komt alleen wel altijd een maar achteraan. Hè. En ze blijven zeggen van ja, wij begrijpen de frustratie van de boeren. Dus ze begrijpen ook wel dat... dat mensen zo wanhopig zijn dat ze eigenlijk geen andere uitweg op dit moment zien dan dit soort acties op te zetten. Ja. Nou is er wel een ontwikkeling gaande al een tijd dat het protest niet alleen door boeren wordt gevoerd, maar dat je bijvoorbeeld ook mensen ziet die bij de coronademonstranten hoorden, dat die zich daarbij aansluiten. Hè? Wat voor signalen krijg je daarvan? Nou ja, klopt. Ik heb die mensen zelf ook gezien hè, bij wat boerenprotesten waar ik de voorbije tijd ben geweest. Kijk, er worden bijvoorbeeld heel veel posters nu verspreid op sociale media. Daar kan je er één van laten zien, hè? Hier zien we dat. Ja, nou, dit is er dus eentje. Dan wordt gezegd dat, dit ging dan om 28e, zou er om 11 uur 's ochtends de hele A1 vanaf de Lutte tot en met Amsterdam moeten worden afgezet. Nou, ik heb het even nagekeken. Dat is een afstand van 170 kilometer. Ja. Dat is een beetje de belangrijkste verkeersader van Nederland, hè, samen met de A2. Het is niet gebeurd, maar je ziet wel dat er een sfeertje wordt gecreëerd om dit soort acties levendig te houden. En dat zijn onder andere de groepen, zeg maar de complotdenkers, de corona-wappies, noem maar op. Die verspreiden dit soort posters. Ja. Ik heb deze gevonden bij Nederland in Verzet. Hè. Dat is de club van de inmiddels wel bekende Michel Reijenga. Toch wel een beetje een omstreden beweging. En die koppelen die boerenprotesten ook aan de toeslagaffaire, het Groningen-schandaal. Dus zij proberen een heel breed anti-overheidssentiment op te roepen. En juist omdat die boerenprotesten op dit moment actueel zijn, wordt het nu daaraan gekoppeld. En proberen ook zij zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. Kunnen ze ook mooi aanhaken op de demonstratie? Ja. Wat je dus ziet, Marcel, concluderend is dat er aan de ene kant voorzichtig toenadering is met bemiddelaar Remkes door LTO. Ja. Maar aan de andere kant zie je ook een kant van de boeren die zegt, ja, maar we willen alleen maar doorgaan nog met die acties voeren. Ja. Hè, want het doel is nog niet bereikt. Het lijkt me niet dat meer rust op korte termijn voorhanden is? Nee, dat verwacht ik niet. Kijk, vooral Johan Remkes, hè, die is natuurlijk benoemd tot bemiddelaar. Die geniet niet heel veel steun onder die groepen die je net noemt. Ik denk ook niet dat dat gaat veranderen. Aan de andere kant denk ik ook niet dat er heel snel een andere bemiddelaar zal worden aangesteld. Dus ja, de kans is groot dat deze impasse voorlopig nog wel aanhoudt. Oké, Marcel Vink, jij blijft het volgen. Dank je wel. Ja.